Beste kijkers, 15 september gaat de boeken in als de dag dat de AIX de 800 punten even heeft geraakt en daar licht boven heeft bewogen. Maar dat was meteen het einde van het feestje, want gedurende de dag kwamen de beren toch even in actie met als resultaat een zwarte candle en mogelijk dus meteen een dubbele top op die 799.56. Swing tellen nog wel een tandje hoger naar plus 2, maar u begrijpt dat de bulls door moeten stomen en ze moeten met een witte candle boven die 800 punten sluiten om daadwerkelijk het hek open te zetten voor meer opwaarts potentieel. Zo niet, en in het ochtendcommentaar heb ik daarop gewezen, moeten we ons toch gaan afvragen of er dan misschien toch een dubbele top geplaatst gaat worden als opmaat voor een lichte correctie terug naar de groene streep op 782, gelijk ook aan de eerste Fibo-lijn, en daaronder komt zelfs de SMA-lijn in beeld op 763. Zover is het nog niet. Misschien een kleine schrikreactie bij de bulls, omdat ze een mooi rond getal verpulverd hebben. 800 is geen technisch in ieder geval, geen niveau. Maar u begrijpt nogmaals, ze moeten doorstomen, ze moeten zich vermannen. En morgen met een witte candle terugkomen boven de rode streep. Anders dan stappen we over naar een trading range scenario. En dat betekent, en dat heeft dus het gevolg, dat uitstaande koopposities wel degelijk alsnog strak bewaakt moeten worden. En nogmaals, bij meer signalen van topvorming toch eventjes oppassen voor wat exit long overwegingen. De DAX is daar een stapje verder in. Daar zien we een bearish en engulfing patroontje op de dagkaart met de swingteller op een min 1 stand. En dat betekent dat we opnieuw onder de SMA-lijn zijn gedoken. En het grillige proces van lagere toppen en lagere bodems toch weer wordt hervat. Dus hier geldt ingenomen koopposities wegdoen, want de bulls zijn niet sterk genoeg. Ze kunnen zich niet vermannen om boven de SMA-lijn te prikken en daar te blijven bewegen. Oké, als dan het gevaar van aanzwellende berendruk toeneemt, kans op correctiegevaar, zijn er dan exit long kandidaten die daarbij kunnen helpen? Zeker, en ik heb een verrassende exit long kandidaat voor u uitgekozen, voor u geselecteerd, en het is niets minder dan de ASMI dagkaart. Waarom een exit long coaching aanbeveling? Omdat we vandaag een zwarte candle hebben geplaatst in combinatie met swingteller plus 9 en ook niet onbelangrijk de RSI die dreigt met een OB downcross. En die elementjes, die drie elementjes, dat zijn drie rode lampjes op het dashboard en volgens de dashboard spelregels mag dit dan een exit long coaching aanbeveling met zich meedragen. Dus kijk even wat er morgen gebeurt. Bij meer zwart uiteraard de exit long gaan vergroten, posities gaan veiligstellen, gaan ze in ieder geval verkleinen, want een afkoeling richting de SMA-lijn en maar in eerste instantie de Fibo-grid op 3,48 en een klein beetje, die lijkt te worden ingezet en daarmee zal de afstand met de gemiddelde lijn worden verkleind. De trend als zodanig komt nog helemaal niet in gevaar, dus het blijft een strategie van buy the dip, kopen op zwakte, maar dan zal eerst een stukje zwakte getoond moeten worden. Ik wens u een prettige avond.